Toon, welkom in onze studio. 96-81, eerste kwart 36-12. Wat is er gebeurd in het eerste kwart? Waarom konden jullie niet bijbenen? Ja, letterlijk wat je zegt. We konden het niet bijbenen. We konden het niet aanlopen. Het was te langzaam. Mm-hmm. Het was niet goed genoeg. Te langzaam. Tempo lag te laag. In alle opzichten. Dus letterlijk wat je zegt, kon er niet bij benen. Nee. Nee. En normaal ben je altijd een coach die zegt van verdedigend 70 maximaal. Dan kan je altijd winnen. Ik vond niet dat er in de eerste helft echt verdedigd werd. Dan zijn we het helemaal eens. Nou, dat is ook makkelijk natuurlijk. Wat neem je van deze wedstrijd dan mee? Nou, dat dit. Dit is niet de eerste keer dat we op deze manier aan wedstrijden beginnen. En tegen een aantal ploegen kan je daarmee wegkomen, maar tegen deze ploeg, dit soort ploeg, kom je daar niet mee weg. Als je dus 10 minuten nodig hebt om een beetje in de buurt van dat niveau te komen, dan ben je kansloos. Dat zie je. Na 10 minuten is het eigenlijk gespeeld, die wedstrijd. Ja, ja. Dus dat nemen we mee. Op de een of andere manier moeten we proberen om in het vervolg. Vanaf het moment dat de bal omhoog gaat om klaar te zijn. En dat waren we dus echt niet. Nee. Hoe moet je dat bereiken als coach? Want je komt nou met zo'n nederlaag kom je naar huis. En de eerste training, hoe ga je daar dan mee om? Nou, daar moet ik nog even mijn gedachten over laten gaan. Maar kijk, ik wil me niet verschuilen, maar ik zoek naar redenen. Maar kijk, wat we wel hebben, we hebben eigenlijk toch een relatief jong team. En toch het merendeel Nederlandse spelers die op hun tenen moeten lopen. En dan kunnen ze het, als dat lukt, dan kunnen ze het bijbenen. Maar als we dus niet met z'n allen... wat ik een beetje mis is 1-2 spelers in die groep die de boel aanzwengelen, weet je wel, die de boel opjagen, die voor de wedstrijd, onder de wedstrijd, in het veld, de rest sturen, coachen. Ja. En dat missen we een beetje, denk ik. Dus wat meer ervaring in het vervolg. Nogmaals, het is jong, maar van de andere kant, er zijn genoeg ploegen in de competitie die jong, ook jong zijn. Maar dit is moeilijk. Je vraagt hoe ga je dit aanpakken. Wat ik wel gezegd heb is dat zo fysiek als dat het gaat, dat proberen we op de training na te bootsen. Maar daar heb je dus jongens voor nodig die dan ook fysiek spelen. En op een enkele uitzondering na in mijn team, en als je Woert ziet dan weet je wat fysiek spelen is. Maar de rest die geeft, wat dat betreft, bereikt dat niveau niet. Dus als je die jongens tegen elkaar laat spelen op de training, dan kan je roepen en schreeuwen wat je wil om de intensiteit omhoog te krijgen, om het fysieke spel omhoog te krijgen. En hetzelfde is met bijvoorbeeld rebounden. Rebounden is, naar mijn idee, is een kwestie van mentaliteit. Je gaat niet naar die bal, je gaat naar je man toe. En je zorgt dat jouw man die bal niet krijgt. En dan zien we met z'n allen wel of die bal op de grond blijft liggen. En dan mag je... Maar als ik zie hoe makkelijk, en dat was in de eerste helft ook het verhaal, 10 aanvallende rebounds die omgezet werden naar 22 punten. En dat naast het enorm hoge schotpercentage. Leiden kon dus niet missen. En wat ze misten, pakten ze ook nog eens terug. Dat was vechten tegen de bierkaai. Nogmaals, terug naar de trainingen. Ja, dat is gewoon een hele moeilijke job. Maar ja, van de andere kant, we hebben tot nu toe gedaan wat we hoopten te kunnen doen dit seizoen. We hebben 1 slippertje gemaakt van, laat ik voorzichtig zeggen, met respect naar Weert. Maar een wedstrijd in Rotterdam zouden wij moeten kunnen winnen. En vervolgens hebben we gewonnen van Groningen en de Bos in. Dus dat zijn 4 pluspunten, zeg maar. De doelstelling was achter die top 4 te eindigen en dan zo dicht mogelijk in de buurt. Wat dat betreft zitten we daar nog steeds daarbovenin. Maar het wordt wel een stuk moeilijker. Ja, precies. Hier hebben we volgens mij donderdag weer een zware pot. Donderdag gaan we naar de Bos. Daarna hebben we 2 bekerwedstrijden tegen Donar. Dus dat is ook eerst uit dan thuis. En vervolgens dan hebben we tussendoor Leeuwarden. En dan gaan we nog een keer naar de Bos eind januari. Dus in tel uit, Leiden uit de competitie. De Bos 2 keer uit van de competitie.
En dat zijn ja, de ploegen waar we de eerste helft van het eerste gedeelte van de competitie in de buurt zijn gebleven. Dus, en dan noem ik je, Zwolle, de naam Zwolle valt nog steeds niet. Daar hebben we net één keer tegen gespeeld eind december. Maar in januari spelen we daar niet tegen. Zwolle blijft volgens mij liggen van maart, april. Daar spelen we drie keer tegen. Nou, enzovoort, ja. Enzovoort. Dus aardige klus in het vooruitzicht. Ja, dus zou je iemand uit je team zo'n rol kunnen geven of in een rol kunnen duwen van aanjager? Nou ja, ik noemde Keyshawn Woods. Eigenlijk van hem verwacht ik dat. Maar Quinton Snyder, een prima speler, maar niet echt een aanstuurder. Op die manier, die doet het meer met daden op het veld. Ik zeg al, de Nederlandse jongens, Koen Stalk 22, Willem Brandwijk is dan 24, maar Willem komt na 8 jaar Amerika en moet nu op een hele andere manier gaan basketballen. Dat klinkt misschien raar, maar die heeft daar 8 jaar met zijn rug naar de ring gespeeld en is nu net weer terug van 4 gemiste wedstrijden met een schouderblessure. Dus die was vandaag ook niet in supergoed doen. Maar Mac Bruining 22 en op die manier... wordt het niet makkelijk op. En nogmaals, ik was de eerste in begin oktober toen we verrassend wonnen van Donar en later van de Bos om te zeggen van stop. Dat gaat allemaal veel te voortvarend. En het zal een stuk moeilijker zijn restant competitie dan. Toen konden we misschien wat ploegen verrassen ook nog. En dit leiden wat ons nu van de vloer speelt, dat won in de allereerste competitie zijn met 3 punten in Rotterdam. En ja. Toen hebben we een kans gehad om te winnen. Toen, vandaag helemaal niet. Nee, mooie start, mooie eerste 10 minuten. Hoe kwam dat? Waren jullie helemaal klaar voor? Hadden jullie helemaal goed geprepareerd? Je dacht van nou, we laten ons niet verrassen door Feyenoord. We gaan er vol tegenaan. Ja. Nou ja, nee, dus ja, ik probeer even te denken. Kijk, we maken 36 punten in het eerste kwart en we hebben er 12 tegen. Dus dat is een uitkomst. En de vraag is even, waar komt dat dan vandaan? Maar ik denk dat de combinatie, met name in de verdediging, stond het gewoon goed. Gewoon simpel man-to-man. Goed op die pick-and-roll. Eigenlijk alle rotaties werkt ook goed. De bal gaat er dan ook niet bij Feyenoord lekker in. Nee. En aan onze kant wel. Ja, dan is het meteen raak. Dus dat was denk ik mooi. En ik denk dat het tweede kwart was even het einde, was jammer. Maar maken we ook 30 punten. Dus aanvallend stond het wel goed. 20 punten, sorry. 20 punten. Nee, maar 20 punten aanvallend stond het wel goed. Dus en dan kon je op 56 bij de rust uit. Dus weet je, ik denk dat er een goede eerste helft was. En eigenlijk alles in lijn met de voorbereiding die we hebben gedaan. Ja, precies. Dan komt Rotterdam na de rust heel even met 2 3-punters. Dat was heel snel met je time-out. Ik denk dat het wel handig was, inderdaad. Wat meld je dan aan de ploeg? Wat zeg je dan? Ik bedoel, we hebben in de rust natuurlijk alles besproken. Je krijgt 2 3-punters tegen en hoppakee. Ja. Nou ja, kijk, we hadden in de eerste helft 2 periodes van 5 aanvallen waar we wat onrustig waren. En dat was met name in dat tweede kwart. Dat is denk ik even belangrijk om die momentum switches wat beter te herkennen. Hè? In plaats van als je dus even 2 keer niet raak schiet, dan de 3e keer snel 1-1 gaan. Dat je even de bal rondpaast en bijvoorbeeld probeert de vrije worplijn te komen. Ja. Dus we hadden het in de rust ook over gehad. En eigenlijk gebeurde dat meteen in het begin. Dus die ballen gaan dan ook raak. Was goed uitgespeeld 2 keer van Feyenoord. Rotatie misschien net iets te laat, maar die bal gaat er gewoon in. En daar moet je nou goed op reageren. En ik denk dat we dat juist heel goed deden. Dus ik kan me herinneren, penetratie van Worthy 2 maal. Penetratie van Taylor met een dish off op Jarvis was 2 maal. Ja, dat zijn toch 100% schoten die je uiteindelijk krijgt. Mm-hmm. Zo kom je eigenlijk weer heel snel weer terug in die wedstrijd. En daar was het derde kwart ook, ik denk het einde ook 26 punten verschil. Ja, dat is de wedstrijd gespeeld. Ja, nou, dat was natuurlijk eigenlijk was hij al na 10 minuten gespeeld. Hoewel je dat vorige keer bij je eigen thuiswedstrijd tegen Den Helder natuurlijk dat niet zou zeggen. Ja, maar kijk, dus ik zit daar iets anders in dan, kijk, als je kijkt in die tweede helft, komen ze terug tot 16. Mm-hmm. Ja, er hoeft maar 1 extra 3 punten in te gaan, het is 13 punten verschil. Dus, ja, dan heb je die wedstrijd was voor mijn gevoel niet gespeeld, nee. Maar daarna wel. Dan heb je nog 1 kwart te gaan, ja, sta je dik 20 punten voor. Ja, en dan wordt het een beetje een soort run-and-gun wedstrijd waarbij Woods 2 meter buiten de driepuntlijn 3 punten raakt geschieten. Dus dat is een beetje dan raar.
Ja, ja, precies. Want eigenlijk win je dan uiteindelijk, je wint, maar uiteindelijk maar met 15. Ja. Ik hoop dat jullie me een beetje hebben leren kennen. Ik kijk veel meer naar de input en naar de output. Ja. Kijk, die wedstrijd was al gewonnen en ik denk dat we gewoon hele goede dingen hebben laten zien. In lijn met de onderwerpen die we hebben getraind tussen kerst en oud en nieuw. Ja, ja, precies. Nu gaan we woensdag weer Europacup spelen tegen NEC Krasnojarsk. Heb je daar al wat van bekeken of gezien? Ja, natuurlijk hebben we daar genoeg van gezien. En eigenlijk is al het scoutingmateriaal al gereed. Dus dan gaan we morgen aan de voorbereiding beginnen. Ja, het is een topploeg. Mm-hmm. Net zoals Pienaar. Ik denk hetzelfde niveau. Dus het zijn de twee topploegen in deze pool. En eens kijken wat we daartegen doen. Kijk, als we spelen zoals het eerste kwart, dan hebben we denk ik kansen. Ja. Als we spelen zoals het vierde kwart, dan wordt het lastig. Ja, precies. Ja, het zal sowieso een lastige wedstrijd worden natuurlijk. Die Russische ploeg is ook niet mis inderdaad. En wordt ook getipt voor een halve finale plaats. Dus als Pina Karsiaka wat dat betreft hebben natuurlijk wel twee topploegen in je pool. Je had het beter kunnen treffen. Ja. Ik begreep wel dat in Siberië momenteel min 44 is. Ja, uitdagend. Dus goede warme kleren mee zou ik zeggen. Ja, maar we spelen eerst thuis toch? Ja, je speelt eerst thuis. Ja. Ja, dat is gelukkig pas in februari, maar dat is voor mij nog kouder daar. Ja. Dus, maar we moeten gaan kijken. Ik denk dat op dit moment even bescheidenheid past op Eurocup niveau. We hebben twee keer dik klop gehad. Dus eerst maar eens kijken hoe we de eerstvolgende wedstrijd er een beetje weer in kunnen rollen. Nou, het is een thuiswedstrijd met wat leermateriaal vandaag. En natuurlijk leermateriaal van twee eerdere wedstrijden. Dus we gaan kijken. Vierde ploeg? Ja, denk ik ook. Dus we hebben op dit moment 8-9 man rotatie. Dus dat is prima.